Welkom bij deze tweede vlog over nachtzorg. Vorige vlog had ik het over coronatijd en nu heb ik het over technologie en ga ik vragen hier bij Triade, bij de nachtzorg, ja, welke technologie ze nu gebruiken, wat het oplevert voor goede nachtrust voor cliënten. En ik duik ook weer in de nachtzorg van de Baaldeborggroep en stel daar dezelfde vraag over die technologie. Hè, wat gebruiken ze nu, wat komen ze tegen, waar lopen ze nog tegen aan en wat zijn ook mogelijkheden voor de toekomst? Wat gebruiken jullie nu aan technologische middelen in de nachtzorg? Nou, we hebben voor de nachtzorg een standaard inluistersysteem, waar we eigenlijk al jaren mee werken en naar volle tevredenheid ook bij één leverancier. Met name omdat het heel stabiel is, zien we wel een verschuiving ontstaan, hè, in welke technologie je toepast en ook vanuit de wet zorg en dwang. Dat je kritisch met elkaar gaat kijken, joh, wanneer ga je nog inluisteren. We zijn bijvoorbeeld heel terughoudend met de plaats van camera's, omdat we vinden dat het qua privacy nog een ding is. Maar kijken we dat ook kritisch over, joh, welke oplossingen zijn er nog meer beschikbaar. En de technologie gaat natuurlijk heel hard. Dus we kijken ook van, joh, als een inluister niet meer nodig is, maar dat we met sensoren dingen kunnen zien, kunnen we dat dan niet in gaan zetten. Dus ik denk ook dat we, als je in de loop van de tijd gaat kijken, als je over een jaar of 5 of 10 kijkt, dat de technologie natuurlijk zo ongelooflijk hard vooruit gaat. Mm-hmm. Dat inluisteren misschien ook wel verdwijnt. Het is niet iedereen met me eens volgens mij, maar wel dat we op andere manieren gaan monitoren en dat we goed gaan kijken van, joh, wat hebben we nou nodig om goed te kunnen kijken of een cliënt rustig in zijn bed ligt voor de nacht. Maar of het inderdaad zich op zijn gemak voelt. En dat is denk ik belangrijk. Mm. En dan hoeven we heel veel dingen niet te weten. Maar als een cliënt gewoon rustig slaapt, goede ademhaling heeft en een goede hartslag, ja, dan weten we natuurlijk eigenlijk al heel veel. Precies. Hey, en dan zeg je eigenlijk, dan zijn er weer andere technologieën die dan gebruikt kunnen worden, waardoor je eigenlijk niet meer hoeft in te luisteren. En welke technologieën zijn dat dan, Erwin? Nou, er zijn natuurlijk heel veel dingen in ontwikkeling. Hè. In de hele maatschappij natuurlijk de technologie ongelooflijk hard gaan. Waarbij we natuurlijk wel kritisch moeten kijken, hè, van dat je betrouwbare technologie inzet. Dus we moeten goed gaan kijken wat er allemaal toepasbaar is. Maar ik denk dat er bijvoorbeeld ook wel technologieën zijn, net zoals de slimme vloer die bijvoorbeeld bij mensen wordt ingezet. Dat je kan meten van, ligt iemand op de vloer of niet? Of loopt hij gewoon rustig rond? Dat technologieën zijn die steeds meer toegepast gaan worden, waardoor je een beter beeld krijgt wat er nou in de kamer gebeurt, als dat je alleen maar luistert. Wij gebruiken derde generatie zorgsysteem van CLB. En wat we eigenlijk doen, voordat een cliënt bij ons aangemeld wordt in zorg, gaan we echt eerst kijken wat is de hulpvraag van deze cliënt. Wat is de cliënt nodig om op een goede manier en op een veilige manier van hun nachtrust te kunnen genieten. En per cliënt wordt dat dus inzichtelijk gemaakt. Ja. De een heeft alleen voldoende aan een peerdrukker. Maar bij een ander moeten we ook uitluisteren. Of is de camera toezicht nodig? Of hebben we bewegingssensoren bijvoorbeeld? Maar wij proberen het juist zo simplistisch mogelijk te houden. Dus niet meer dan nodig inzetten. En het echt op maat toe te passen. Ja. Kijk, het is gewoon bewezen dat mensen met een verstandelijke beperking, maar ouderen ook, een hele slechte slaap hebben. Ja. En dus heel snel een verstoorde slaap hebben. Nou ja, als je niet goed slaapt, dat merk je overdag, merk je dat zelf ook weer. Nou ja, oudere mensen kunnen valgevaarlijker worden. Als dat structureel is, kan er ook mee onbegrepen gedrag ook wel ontstaan. En een valkuil daarbij is ook dat je dan wat meer medicatie gaat verstrekken. Ja. Hè? Dus ja, goed, hoe meer je inzoekt om een gezonde slaap, ja, hoe meer je van dat soort factoren kunt beïnvloeden, in de positieve zin van het woord. Super tof om zo'n inkijkje te krijgen in hoe dat gaat in de nacht. Was leuk, hè? Was leuk zo. Even zo de nacht in. De nacht. Nou, ik ga rijden. We gaan er vandoor. Tot de volgende keer. Doei. Tot de volgende keer. Tot de volgende vlog.